Ja, ik ben ook zeer tevreden. Drie wedstrijden, negen punten. Ja, dat, wat Vincent ook al zei, dat uh, is een prachtige start van het nieuwe seizoen. Ja, nou ja, dit is eigenlijk mijn vierde seizoen. En uh, we zijn uh, de afgelopen drie jaar uh, zeer matig begonnen. Riepen we liepen altijd achter de feiten aan. En nu uh, starten we een keer goed, dus hopen dat we het uh, vast kunnen houden. Ja, en ik vind ook, uh, het voetbal van een half jaar zit er goed in. Uh, Balbezit spelen en ruimte zoeken. Het lukte allemaal geweldig, want het, was zijn. het had nog wel meer kunnen wezen. Maar zij zijn is natuurlijk wel voldoende. Maar dan zeg ik ook uh, geweldig zo hoor. Zeker, maar dat komt ook voornamelijk door ons uh, nieuwe hoofdveld. Uh, vorig jaar speelden we op wat minder veld. En dan had je vaak met uh, het veld te maken dat je als je een bal direct door wil spelen, dat hij wel eens opstijgt. En uh, nu is dat uh, veel minder, waardoor we wat directer kunnen uh, spelen. Dus ik kan er hieruit concluderen dat je liever op kunstgras speelt dan op gewoon gras. Nou ja, mijn, uh, mijn voetballers wel. Uh, maar daar gaven ze vorig jaar al aan dat uh, hun voorkeur op uh, kunstgras uh, uh, ligt. Ja, kijk, en als je technische voetballers hebt, komt dat natuurlijk ook beter tot, uh, tot uiting. Want ja, die kunnen ook die balbehandeling beter doen. En uh, daar zaten ook... Uh, Zeer weinig lange ballen in. Dus kwamen allemaal uit goede aanvallen kwamen ze voor. Dus ja, het, het, wat je dan ook zegt, kunsters, dat kunstgars, uh, dat doen jullie goed. Nou ja, we proberen uh, combinatie voetbal te spelen, maar uh, ook waar het kan, ook de lange bal te hanteren. Want uh, dat is ook een aspect van het uh, voetballen. Dus uh, om diagonaal te openen. Want veel ploegen, kantelijk en nijpen tegenwoordig. En dan ligt de ruimte aan de andere kant. Dus uh, waar het kan, spelen we ook de lange bal. Ja, dat uh, kan nodig wezen, uiteraard. En uh, ja, uh, de verdediging ook. Die, die, die staat goed. En dan, dan zeg ik, uh, Angelo, uh, ga zo door. Ja, dat zijn we van plan. Dus uh, hopen dat we de eerste periode daardoor uh, kunnen pakken. En daarna zien we wel. Dus, uh, eerste periode. En dan zien we wel of er meer mogelijk is. Volgens mij is er dit seizoen wel meer mogelijk, hoor. En dat jullie, ja, niet te zeggen dat je nou zo goed direct die drie wedstrijden er uh, al bent. Maar als je natuurlijk ook al wint van Meerburg uit, zeg ik, nou, er zit al muziek in. Er zit muziek in. We winnen wel van Meerburg. We hebben nog drie lastige tegenstanders. En uh, over twee weken is VVSB de volgende lastige tegenstander. Daar spelen we uit. En dat is ook een uh, titelkandidaatploeg. Uh, uh, dus uh, als we daar een goed resultaat uh, boeken... Dan denk ik wel dat het uh, gaat lukken. En ook in de eerste periode zit Oesgees. Dus uh, dat is het uh, de derde ploeg dat we treffen voor de eerste periode. Maar zoals het momenteel gaat, geef ik jullie een grote kans. Nou ja, ik hoop het. En ik hoop dat we ook de kansen uh, pakken. En uh, uiteindelijk zal de concurrent tegen elkaar moeten voetballen. En als wij van de concurrent winnen en hun uh, pakken punten van elkaar, ja, dan heb je kans dat het uh, gaat lukken. Ik hoop het natuurlijk wel, hè, Hanselo. Ik meen, ik heb niet alle uitslagen gehoord, maar haar Zwarte is volgens mij verloren. Nou ja, dat zei ik al: VVSB-titelkandidaat uh, uh, nummer 1-2. Uh, ja, Oesgees ook. Ja, Oesgees ja, ook, maar uh, VVSB is een, uh, ja, ook, ook een degradant uit de uh, derde klasse. Dat zijn uh, ja, drie, vier ploegen die uh, goed erop staan. Ja. En ik hoop dat wij daar ook bij horen.